Goed, beste VWO4-leerlingen allemaal. Welkom bij de overzichts-PowerPoint-presentatie van heel hoofdstuk 6 over koolstofverbindingen. Het is een flink lange video, maar het idee daarachter is dat je dan in één keer een overzicht hebt over het hele hoofdstuk, zodat je er zelf doorheen kunt zoomen heen en weer naar het stukje wat voor jou het meest interessante is als je met je huiswerk bezig bent. Dus schroom niet om vooruit te spoelen of terug te spoelen als je iets nodig hebt. In grote lijnen komt het in hoofdstuk 6 neer dat we het over koolstofnaamgeving gaan hebben. Hoe geef je een koolstofverbinding de juiste naam? Een aantal termen die daarbij horen en daarna gaan we het over reacties met koolstofverbindingen hebben. Goed, laten we eerst eens beginnen met waar je koolstof allemaal tegen kunt komen. We hebben in de derde klas al gezien dat overal om ons heen koolstofverbindingen zijn. Methaan, ethanol in alcohol, in wijn bijvoorbeeld. Glucose is een suikerverbinding. Maar ook ons lichaam zit vol met koolstofverbindingen. De hormonen die bepalen of wij ons meer jongen of meisje voelen. Progesteron en testosteron zijn ook koolstofverbindingen. En ook verbindingen als cafeïne, adrenaline zijn koolstofverbindingen. We komen ze dus overal om ons heen tegen. In de derde klas hebben we gezien dat we koolstofverbindingen ook heel veel in ons voedsel tegenkomen. Koolhydraten, die momenteel flink gehamsterd worden als pasta en dergelijke, zijn koolstofverbindingen. Vetten, idendito. En ook eiwitten, een belangrijk onderdeel van onze voeding om gezond te blijven en sterk te blijven, zijn koolstofverbindingen. En vorig jaar heb je dat ook kunnen zien. Je moest kunnen herkennen hoe een koolhydraat, vet en een eiwit, bij eiwitten zit mijn foto er nu even voor, hoe die eruit zagen. En daar gaan we dit jaar wat dieper op in. Een belangrijk hulpmiddel dat ik je kan aanraden bij dit hoofdstuk is het stappenplan in hoofdstuk 6 van het blauwe boekje. Een andere versie is BINAS 66 C en D. Daar staat eigenlijk een uitgebreidere versie, maar die is denk ik wat moeilijker voor jullie te lezen. Dus daarom raad ik je echt dat stappenplan in het blauwe boekje aan. En als je dat stappenplan volgt, we gaan hem zo zien, dan kun je zo'n verbinding bijvoorbeeld een naam geven. Dat heb je vorig jaar al geleerd als het goed is. Drie C'tjes op een rij is propaan. En dan zit er een hoofdgroep aan van een OH-groep. Laat ik eens even kijken of de pen ook werkt. Ja, hier zit de OH-groep en die zorgt ervoor dat er een achtervoegsel bij komt, namelijk ol. En daarmee wordt deze verbinding propaan-2-ol. Nou, dan krijgen we nu dat stappenplan even in grote lijnen zoals je hem vorig jaar hebt geleerd. En dat is ook precies dezelfde basis die we dit jaar gaan gebruiken, maar dan komen er wat onderdelen bij. Het begint altijd met de stam. De langste koolstofketen, C'tjes aan een rij zonder vertakking. Eén C'tje geeft het voorvoegsel of stamnaam met. Methaan bijvoorbeeld. Twee C'tjes et, ethaan. Dan propaan, butaan, pentaan, hexaan. En in je BINAS kun je nog doortellen tot 100 of verder als je wil. Daarna ga je kijken, zit er een belangrijke groep aan? Een hoofdgroep. Vorig jaar was de enige hoofdgroep die je nog hoefde te kennen, was de OH-groep. Dat gaf uitgang ol. En je moest vorig jaar ook al leren wat je met de naam moest doen als er een dubbele binding in zit. En dan moet ik wel even onderscheid maken tussen een dubbele CC-binding en een dubbele binding met bijvoorbeeld een O. Het gaat hier echt om een dubbele CC-binding. Als die aanwezig is, dan wordt de stamnaam in plaats van aan 1. Dus bijvoorbeeld ethaan verandert dan in ethene als er een dubbele binding tussen de C'tjes zit. Vervolgens ga je kijken of er nog andere zijgroepen zijn, bijvoorbeeld extra C-atomen die uitsteken of halogenen zoals brom en jood. En tot slot moet je ook aangeven waar al die groepen zitten. Zit zo'n OH-groep op een uiteinde, dan is het plek 1. Zit die in het midden ergens, dan zou het plek 2, 3, 4, etc. kunnen zijn, afhankelijk van hoe groot die koolstofverbinding is. Maar dit gaan we allemaal nog weer toepassen deze keer. Oké, dan is het nu tijd om even te oefenen in de praktijk. Dus de stappen hebben we nog staan. Hier hebben we een voorbeeldverbinding. We zien dan een stam van drie C'tjes op een rij. En drie C'tjes op een rij, dat is deze stam. Dat geeft dus de basisstamnaam prop, oftewel propaan. Vervolgens zit er aan die stam een hoofdgroep.
een belangrijke groep, en dat is in dit geval een OH-groep. Die zorgt ervoor dat het van propaan verandert in propanol. En tot slot hebben we naast de H'tjes, die worden eigenlijk nooit benoemd, hebben we nog een C'tje met H'tjes, een CH3-groep die uitsteekt. Eén C'tje is normaal gesproken methaan, maar omdat het nu een zijgroep is, krijgt die uitgang iel en wordt het methyl. En tot slot, bij stap 5 moeten we dan de nummering gaan regelen. En dan moet de hoofdgroep altijd zo laag mogelijk zijn. Dus in dit geval tellen we vanaf rechts. De OH zit dan op plek 1 en de methyl zit dan op plek 2. De methyl komt ervoor te staan en daarmee wordt de naam dan 2-methylpropaan-1-ol. Nou, een tweede voorbeeld, dan zie je weer een stam is nu 4 C'tjes op een rij. Dus dat geeft de stam butaan. Nu zit er geen hoofdgroep in, maar er zit wel een dubbele CC in. En een dubbele CC die zorgt ervoor dat de stamnaam verandert van butaan in butaan. En tot slot hebben we nog wel twee bijzonderheden naast de normale H'tjes. Waarmee je altijd tot covalentie 4 komt. En dat is in dit geval twee chloratomen. En chloor blijft gewoon chloor, maar nu wordt het een voorvoegsel. Maar omdat het er twee zijn, wordt het dichloor. De dubbele binding zit in het midden. Daarmee wordt dat but-2-1, want dat is de tweede plek waar de dubbele binding kan zitten. En de twee chlooratomen wil je ook zo laag mogelijk tellen. Dus dan moeten we ook hier vanaf rechts gaan tellen. Dan zitten ze op de eerste en de derde plek. En daarmee wordt de naam dan 1,3-dichloor, omdat het er twee zijn, but-2-1, omdat de dubbele CC-binding op de tweede plek zit, de middelste plek. Oké, dan nog even drie voorbeeldjes die we vorig jaar ook gebruikt hebben. Je kan namelijk op verschillende manieren koolstoftekeningen tegenkomen. Bij de bovenste zie je een stam van 4 C'tjes op een rij en er zijn twee losse C'tjes die uitsteken. Die worden allebei methyl en omdat er twee zijn worden dus dimethyl. Op een stam van 4 C'tjes butaan wordt dat 2,3-dimethylbutaan. Bij de tweede verbinding zie je ook dat de langste stam is 4 C'tjes, dus butaan. Maar nu steken er een methyl en een chloor uit. En dan moet je ze op alfabet ervoor zetten. Dan komt de chloor dus voor de methyl. En dan wordt het 2-chloor-2-methylbutaan. En we tellen nu vanaf links om zowel de chloor als de methyl zo laag mogelijk te hebben. Bij de laatste is het nog iets gekker, maar zo kun je tekeningen ook tegenkomen. Dat betekent dat elke hoek een C-atoom voorstelt met zoveel H'tjes als er nog aanpassen. Vaak zijn dat er twee. Als je daarnaar kijkt, dan tel je in totaal 1, 2, 3, 4 en 5 C'tjes. Dus dat is een stam van 5 C'tjes pentaan. En dan zit er als hoofdgroep een OH aan, dat is pentanol. En deze C is dan een voorvoegsel, methyl. Dus daarmee wordt dat methylpentanol. Maar we moeten nu vanaf rechts tellen, omdat daar de hoofdgroep zit. En dan wordt de naam 3-methylpentaan-1-ol. Goed, dan zijn we nu aanbeland bij de nieuwe zaken die er in VWO 4 bijkomen. Want wat we tot nu toe hebben besproken, moest je eigenlijk al in de derde klas weten. Wat nieuw is dat de C'tjes ook in een rondje kunnen zitten. En als dat zo is, dan is de stam, krijgt dan cyclo erbij. Dus bijvoorbeeld 4 C'tjes in een rondje is cyclobutaan. Er komen ook een aantal nieuwe varianten hoofdgroepen bij. Die gaan we zo meteen bespreken. Daarnaast hebben we naast dubbele CC-bindingen, hebben we ook drievoudige bindingen tussen twee C'tjes. Als die aanwezig zijn, verandert de stam van aan in in. Dan hebben we gewoon weer de zijgroepen. Die moeten altijd op alfabet ervoor komen te staan. Je moet de aantallen met di, tri, tetra, etc. aangeven. Telwoorden tellen dan niet mee voor het alfabet. En tot slot moet je weer op de nummering letten.
En daarmee kunnen we nu ook zo'n soort verbinding een naam geven. We zien hier nu een stam van 5 C'tjes in een rondje. Dat geeft dus voor deze stam, 5 C'tjes in een rondje, geeft dat de stamnaam pentaan, maar omdat ze in een rondje zitten, cyclopentaan. En dan zit er nog een hoofdgroep aan van OH, dat geeft achtervoegsel ol. Dus daarmee wordt dit cyclopentanol. We hoeven die ol geen nummer te geven, omdat dat automatisch plek 1 is voor zo'n hoofdgroep. Oké, we gaan nu inzoomen op een aantal nieuwe bijzonderheden. En de eerste is een benzeenring. Dat is iets bijzonders. Dat zijn namelijk 6 C'tjes in een rondje. En als je, hopelijk zijn jullie inmiddels een beetje gewend aan de manier van tekenen waarbij je de haatjes even achterwege laat en C'tjes zijn hoekpunten. Dan zie je als het goed is hier 6 C'tjes in een rijtje. Normaal gesproken zou dat cyclohexaan zijn. Hexaan vanwege de 6 C'tjes. Maar nu zie je dat er 3 dubbele bindingen in zitten, dubbele CC-bindingen. En die zitten om en om. Dus dubbel, enkel, dan weer dubbel en dan weer enkel. En tot slot nog een keer dubbel en enkel. En als je dit in een verbinding tegenkomt, we gaan laten zien dat dat nog extra bijzonderheden geeft voor de reactiviteit van deze verbinding, dan noemen we dit een benzeenring. Dus zo'n 6 ring met 3 dubbele bindingen om en om erin. Dat kan een zijgroep zijn, dan krijgt het de naam vinyl als voorvoegsel, maar het kan ook de stamnaam zijn, zoals je hier in dit voorbeeld ziet. En dan noemen we het benzeen als stam. En in dit geval zit er dan nog een OH-groep aan als bijzondere groep, dus daarmee wordt dit benzenol. En in het rechterplaatje zie je dat die 3 dubbele bindingen bij zo'n verbinding als het ware uitgesmeerd kunnen worden over de hele ring. Dus je komt benzeen ook wel eens in zo'n zeshoek met een rondje erin tegen. Ook dat moet je leren herkennen als benzeen. Nou, we hadden het er net over dat er ook drievoudige verbindingen tussen C'tjes mogelijk zijn, want ze hebben covalentie 4. En als dat aanwezig is, zoals in deze verbinding, dan geeft dat de stamnaam in als uitgang in plaats van aan. Nou, we zien hier 4 C'tjes op een rij. Dat is normaal gesproken butaan. Maar omdat er nu een drievoudige verbinding in zit op deze plek, verandert butaan in butien. En dan gaan we ook aangeven waar die zit. En omdat die op een uiteinde zit tussen een eerste en een tweede C-atoom, noemen we dat plek 1. En daarmee wordt de naam van deze verbinding but-1-in, om aan te geven dat die drievoudige verbinding ook op plek 1 zit. Oké, dan komen er nu een aantal nieuwe bijzondere hoofdgroepen. En wat belangrijk is bij dit rijtje, is dat er een prioriteit in zit. Hoe hoger in de lijst, hoe belangrijker. En dat is belangrijk omdat er in een verbinding altijd maar 1 hoofdgroep kan zijn. En hoe hoger die in dit rijtje staat, en dit rijtje staat ook in je stappenplannenboekje en in je BINAS 66, hoe hoger in dit rijtje, hoe belangrijker. En als je er dus eenmaal 1 gehad hebt, worden alle andere bijzondere groepen worden automatisch voorvoegsels. Nou, de allerbelangrijkste hoofdgroep is een carbonzuur. En die kom je in de BINAS tegen als COOH, maar als je die moet tekenen als structuurformule, ziet die er zo uit. En dan is dat C-dubbelgebonden O-OH. Als je dit tegenkomt, is dat altijd de hoofdgroep en geeft dat uitgang zuur of carbonzuur. We gaan laten zien wat het verschil daartussen is. Wat je ook tegen kunt komen, is een zogenaamde CHO. Zo staat die dan in BINAS. In werkelijkheid ziet dat er zo uit. Een C-dubbelgebonden O aan het uiteinde van de keten. En pas op dat dat dus wel heel erg lijkt op een carbonzuur. Maar het is echt wat anders. Het reageert ook heel anders. Daarom heeft het ook een aparte naam gekregen. Bij een zuurgroep zie je dat er aan die C-dubbelgebonden O een OH zit. Bij deze verbinding zit er aan die C-dubbelgebonden O alleen maar een H. En dan is het een aldehyde met uitgang al. Dus in dit geval butanol.
dan kun je ook een C-dubbelgebonden O in het midden van de keten hebben. In de Binance staat dat dan met zo'n groter dan tekentje CO. In werkelijkheid ziet dat er zo uit. Een C-dubbelgebonden O in het midden van de keten, dat noemen we dan een keton en dat geeft uitgang on. Dus daarmee wordt dit propanon. En tot slot hebben we nog een NH2-groep. En als die erin zit, dan geeft dat uitgang amine. Dus dit is ethaanamine. De laatste is geen hoofdgroep, maar wel een bijzondere groep. Is altijd een voorvoegsel dus. En dat is als je een O in de keten hebt zitten, zoals bij deze verbinding. Dan zie je dat je twee C'tjes hebt, dan een O, dan weer twee C'tjes. En dan gaan we twee van die C'tjes, maakt niet uit welke, maar laten we deze twee nemen. Twee van die C'tjes zijn dan de stam, ethaan. En de andere twee C'tjes zie je als één geheel samen met die O die ertussenin zit. En dat geeft dan een voorvoegsel etoxy. Omdat het twee C'tjes zijn, wordt het etoxy. Als het één C'tje was geweest, was het metoxy. Als het drie C'tjes waren geweest, was het propoxy. En daarmee wordt dit dus etoxy-ethaan. Oké. Heel belangrijk om te oefenen. Als je dit lastig vindt, stuur er alsjeblieft vragen over. Ik ga ook nog kijken of we kunnen experimenteren met Zoom om het wat interactiever te maken. Maar hier een aantal oefeningen om eens er een keer naar te kijken. In het boek staan oefeningen, op de ELO staan ook oefeningen. Verbinding 1. Als we naar de stam kijken, is dat twee C'tjes. Dus dat is ethaan. En aan die ethaan zitten vier keer een broom. En broom blijft gewoon broom, maar wordt wel een voorvoegsel. Maar omdat het er vier zijn, wordt dat het telwoord tetra. Dus daarmee wordt dit tetrabroomethaan. En dan moeten we nog de telling regelen. Twee van de bromen zitten op plek 1, twee van de bromen zitten op plek 2. Die moeten we allemaal een naam, nummer geven. Dus daarmee wordt dit 1-1-2-2 tetrabroomethaan. Wat ook even belangrijk is om te onthouden, was dat je tussen cijfers altijd een komma zet en tussen cijfers en letters altijd een streepje. Nou, dan de tweede. Deze is wat lastiger. Hier zien we dat de stam 3 C'tjes is. Je zou misschien denken meer. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat dit ding wat uitsteekt, dat rondje, dat is nou zo'n benzeenring. Vanwege dat rondje erin en 6 C-atomen. Dus dat is niet de hoofdgroep, maar dat is een voorvoegsel. Wat is dan wel de hoofdgroep? Dat is hier die C-dubbelgebonden O, OH. Dat is een zuurgroep. En dan zit er nog een bijzondere groep in, een OH. Maar omdat er maar één hoofdgroep kan zijn, wordt de OH nu niet meer ol, maar het voorvoegsel hydroxy. Daarmee is dus de stam propaan, hoofdgroep zuur, dus propaanzuur. En daarvoor komen dan hydroxy en feniel te staan. Een benzeen wordt feniel als zijgroep. En in het alfabet komt de F voor de H, dus het wordt feniel, hydroxy, propaanzuur. En dan nog de telling, die gaat vanaf rechts, omdat daar de hoofdgroep zit. Dus 3 feniel, 3 hydroxy, propaanzuur. Dan de derde verbinding, derde voorbeeldverbinding. Die geef ik nu te snel weg. Nou, dan doen we het even andersom. Dan heb je de naam erbij, kun je al schrijvende meekijken. In dit geval hebben we een stam in een cyclo zitten, in een rondje. Het zijn 6 C-atomen, maar nu niet met 3 dubbele bindingen, dus geen benzeenring. Dus 6 C'tjes in een rondje is cyclohexaan. Maar in dat cyclo gebeuren zit wel nog een dubbele CC. Dus dan wordt het niet cyclohexaan, maar cyclohexeen. En we hebben dan een hoofdgroep eraan zitten, NH2, dat geeft achtervoegsel amine. En we hebben nog een voorvoegsel van een CH3 groep, dat is methyl. Voor de telling moeten we dus sowieso beginnen bij het C'tje waar de amine aan zit. Dus dit C'tje is sowieso plek 1. En dan tellen we
rechtsom met de klok mee, omdat de dubbele binding dan zo laag mogelijk uitkomt. Daarmee komt de methyl dan wel op plek 6 en zo krijg je dus 6-methyl-cyclohex-2-1, want dat is de tweede plek waar een dubbele binding kan zitten, 1 amine. Nou, nog een paar voorbeelden waar wat tricky dingen in zitten. Eerst nummer 4. Daar hebben we een stam en dan moet je dus even oppassen. Soms kan die om het hoekje gaan. Want we tekenen het hier wel alsof een molecuul een plat ding is, maar in werkelijkheid is het 3D en kunnen losse bindingen allemaal vrij draaien. Dus daarmee is de langste C-keten waar zoveel mogelijk bijzonderheden aan zitten, want anders zouden we ook nog die twee C'tjes omlaag kunnen doen, is 2, 4, 6, 8 C'tjes, dus dat is octaan. Aan die octaan zitten hoofdgroepen en in dit geval is de OH de belangrijkste groep die aanwezig is, maar dat zijn er twee. Dus dit wordt octaandiol. En tot slot hebben we daar dan nog twee losse C'tjes. Dat is dus dimethyl. En we hebben twee C'tjes aan elkaar. Dat is een zijgroep ethyl. Dus in het alfabet kijken we alleen naar de ethyl en de methyl, niet naar de di. En daarmee is dit dus 2-ethyl-4,5-dimethyl-1,5-octaandiol. Ik zit trouwens te kijken dat dit blijkbaar nog een ouder ingetikt verhaal is, want inmiddels moet de 1,5 achter de octaan staan. Dus 2-ethyl-4,5-dimethyl-octaandiol. Dan, verbinding 5. Daar hebben we nu wel 6 C'tjes in een rijtje of in een rondje met zo'n rondje erin. Daarmee is dit een benzeenring. Dus de stamnaam is benzeen. En hier zien we nu wat er gebeurt met een zuurgroep waarbij de C van de zuur niet meetelt in de stamnaam. Omdat de benzeenring is de stam, daarmee heb je echt een COOH uitsteeksel. Daarmee wordt het carbonzuur in plaats van zuur. En omdat er twee zijn, die carbonzuur als achtervoegsel. OH zou normaal gesproken ol zijn, maar omdat je al een carbonzuurgroep, wordt het nu hydroxy. En CH3 wordt methyl. We moeten de carbonzuren zo laag mogelijk hebben, dus die zetten we op plek 1 en plek 3. En daarna de hydroxy en de methyl. Daarmee wordt dit dus 5-hydroxy, 2-methyl, 1,3-benzeen, dicarbonzuur. Dan, iets anders getekend met een soort zigzagje. Maar hier ook weer eerst C'tjes tellen. Dan is, even uitgeschoten, is dit de langste C-keten. Dat zijn er 2, 4, 6, 8, dus weer octaan. Ook weer een OH als hoofdgroep, octanol. En nu hebben we nog 3 chloren als voorvoegsel. 1, 2, begin wat slordig te worden. En 3, dat is trichloor, voor het alfabet de C van chloor. En een CH3 groep hebben we nu al een paar keer gezien, is methyl. Dus daarmee wordt dit trichloor-methyl-octanol. En we moeten nu vanaf links tellen om die ol-groep zo laag mogelijk te krijgen. En dan krijg je dus 6-6-7-3-chloor, om aan te geven waar de chlooratomen zitten. 3-methyl-octaan-2-ol. Ook dit is nog even een oude naamgeving. Vroeger stond die 2 ervoor, nu moet dat octaan-2-ol zijn. En het laatste voorbeeld van vandaag, van deze video, is een stam van 5 C'tjes in een rondje, dat is cyclopentaan. De hoofdgroep is nu deze, de OH cyclopentanol. En dan hebben we nog 2 C'tjes, dat is ethyl als zijgroep en een BR is brom. In het alfabet komt de brom eerst, dus het wordt brom-ethyl-cyclopentanol. En ook nu weer de OH zo laag mogelijk, dus dat is plek 1. En dan gaan we met de klok meetellen om de andere groepen ook zo laag mogelijk uit te laten komen. En dan krijg je dus 3 brom, 2 ethyl,
cyclopentaan 1-ol. Nou, voor de liefhebber nog twee voorbeelden waar nog wat nieuwe dingetjes in zitten. Kun je gebruiken als voorbeeld als je je huiswerk aan het maken bent. Hier bij verbinding 8 hebben we 6 C'tjes als stam. Dus dat is hexaan. We hebben daar de hoofdgroep COOH aan zitten, dus hexaanzuur. Nu zit het C'tje van de zuurgroep gewoon in de basis, dus ja, telt hij gewoon mee in de hexaanzuur. En er zit een drievoudige C in. Dus daarmee verandert hexaanzuur in hexienzuur. En tot slot hebben we nog een CH3-methyl. Dus het wordt methylhexienzuur. We tellen nu vanaf rechts, omdat daar de hoofdgroep zit. Dus dan wordt het 3-methyl 4, of eigenlijk wordt het hex-4-in-zuur. En in de laatste verbinding, verbinding 9, zit iets geks. Want als we de langste stam pakken, dan is dat deze. 5 C'tjes pentaan. Nou, de losse C'tjes die uitsteken, die hebben we eerder gezien. Dat zijn gewoon methylen. En omdat het er twee zijn, dimethyl. Maar wat nieuw is, dus ik pak even een ander kleurtje. Wat nieuw is, is dit. Want we hebben hier een vertakte vertakking. Hoe je dit eigenlijk moet zien, is dat het eigenlijk twee C'tjes zijn die uitsteken. Dat is dus ethyl. Maar aan dat ethyl-uitsteeksel zit weer een methyl. En daarmee wordt dit methyl-ethyl. Dit soort vertakte vertakkingen kun je ook terugvinden in je BINAS. En dan zie je dus ook dat dit met drie C'tjes, waarvan de middelste aan de stam vastzit, methyl-ethyl heet. En dat zetten we dan tussen haakjes en de plek zetten we er dan voor. Dus daarmee wordt dit 3-1-methyl-ethyl, dat is dus die vertakte vertakking tussen haakjes, en dan 2,4-dimethylpentaan. Nou, dat is even genoeg geoefend. Want voor het laatste stukje van de naamgeving nog even een paar termen die belangrijk zijn. Want die kun je ook in de literatuur tegenkomen. En één daarvan is als het om koolstofverbindingen gaat, alifaat en aromaat. Aromaat is eigenlijk een oude term waar aroma in zit, van geur. En vroeger dacht men dat allerlei verbindingen geuren hadden en dat daar altijd een benzeenring in zat. En daarom is die term blijven hangen. Als er ergens een benzeenring in de verbinding zit, zoals in de bovenste 5 verbindingen, dan heet dat een aromaat. Zit er geen benzeenring in, dan noemen we dat een alifaat. Tot slot nog een term die je in de derde al hebt leren kennen in principe, maar die herhalen we nog eens een keertje. Dat is isomerie. Isomerie kom je tegen als je verbindingen hebt die dezelfde molecuulformule hebben, dus dezelfde aantallen atomen, maar ze hebben een andere structuurformule. Die atomen zitten op een andere manier aan elkaar. Een voorbeeld, C3H8O. Daar kun je 3 structuurformules van tekenen. Deze, deze en deze. Allemaal C3H8O. Maar ze hebben echt andere kookpunten, andere eigenschappen en daardoor ook andere namen. De eerste is 3 C'tjes met een OH aan het eind. Daarmee wordt dat propaan-1-ol. Bij de tweede zit de OH op plek 2, dus dan wordt het propaan-2-ol. En de derde, die hebben we nu net nieuw gezien, daar heb je een O in de keten, dus een ether, oftewel een oxy. En in dit geval is de langste stam dan 2 C'tjes, dus daarmee wordt dit methoxyethaan. Goed. Dat is even genoeg over naamgeving. Dat wordt wel een belangrijk deel in de toets, omdat je dat helpt in de toekomst om verbindingen te herkennen en te categoriseren. Maar waar we het nu in de rest van deze PowerPoint en dit hoofdstuk over gaan hebben, is hoe koolstofverbindingen reageren. En de reden dat we het daarover gaan hebben, is dat het heel belangrijk is. Ook in tijden van corona bijvoorbeeld, wordt nu naar antilichamen gezocht. En antilichamen zijn ook koolstofverbindingen. Die kun je soms in de natuur tegenkomen, maar heel vaak niet. En dan moet je ze gaan maken via organische synthese. Dus heel veel moleculen komen in de natuur voor.
Dit is een wat ouder voorbeeld, salicylzuur. Dat is een stofje wat in wilgenbast zit. En in de middeleeuwen was al bekend dat als je op wilgenbast koudt, dan krijg je een heel klein beetje salicylzuur binnen. En dat helpt een beetje tegen pijn. Want salicylzuur kennen wij tegenwoordig als aspirine. En dan is het ietsje anders gemaakt. Dan heet het acetylsalicylzuur, maar dit is de werkzame stof. Het lastige is alleen dat je dat in de natuur veel te weinig tegenkomt. Net als met deze ingewikkelde verbinding, taxol, dat is een antikankerverbinding. Daar kom je in de natuur maar hele kleine beetjes van tegen. Ook op wilgenbast kauwen moet je echt kilo's naar binnen krijgen voordat je één aspirintje binnen hebt. Dus wil je dat in grotere hoeveelheden maken, zonder dat je daar allemaal planten voor hoeft om te maaien. En dan kun je dat dus via organische synthese doen. Het kan ook zijn dat je een verbinding in de natuur tegenkomt zoals penicilline. Dat is een antibioticum. Werkt prima. Alleen we zijn er als mensheid inmiddels achtergekomen dat zo'n antibioticum ook na een tijdje zijn werking kan verliezen. Als bacteriën er resistent tegen worden. Dan wil je zo'n antibioticum een klein beetje aanpassen, zodat de bacterium niet meer herkent en wel weer gewoon doodgaat. Ook dat is iets wat je met organische synthese voor elkaar kunt krijgen. Dus op die manier, het is eigenlijk een manier voor chemici om verbindingen uit de natuur of verbindingen die ze zelf bedacht hebben te maken, aan te passen, eventueel te verbeteren. En we hebben dan een gereedschapskist als organisch chemici. Allerlei methodes die door de jaren heen ontwikkeld zijn om die moleculen heel gericht te kunnen aanpassen. En een aantal daarvan moeten jullie leren kennen. Dus de natuur is de basis. Aardolie is ook ooit planten geweest, maar door miljoenen jaren samengeperst tot een hele geconcentreerde koolstofvorm. Dus ook een hele dankbare bron voor synthetici. Maar die willen we kunnen aanpassen. En een aantal reacties die jullie moeten kennen. Additie, dan voeg je iets toe. To add zit daarin. Iets vervangen. To substitute is iets vervangen. Dus substitutiereacties zijn reacties waarbij je een groep aan een molecuul vervangt door iets anders. En er zijn een aantal bijzondere omzettingen die jullie moeten kennen. Onder andere een verestering. Daar komen we zo op. Oké, dan gaan we onze gereedschapskist openen en de eerste die we tegenkomen, dat zijn additiereacties. To add, we gaan iets toevoegen. Het voornaamste wat je moet onthouden is dat je voor een additiereactie eerst een C-dubbelgebonden C nodig hebt in een molecuul. Dat is altijd de basis waaraan je een additie laat plaatsvinden. En één van die bindingen blijft dan intact. De tweede binding, de dubbele binding, die springt open en daar komen nieuwe dingen aan te zitten. Dit is een reactie die en in het licht en in het donker werkt. Die dubbele bindingen zijn vrij reactief, dus die willen best wel graag openspringen. Daarom lukt het ook in het donker. Later gaan we zien dat substitutiereacties juist alleen maar in het licht lopen, want die hebben wat meer energie nodig. En als voorbeeld hebben we dan deze reactie. Zo'n C-doorgebonden C zie je. Daar komt een XI-molecuul aan te zitten en dan zie je dus dat die dubbele binding is opengesprongen. Aan het ene C-atoom, het linker C-atoom, daar is de X terechtgekomen. Aan de rechter de Y. Dat kan ook andersom, maar in het geval van dit molecuul maakt dat niet uit. Dan het tweede stuk gereedschap. Substitutiereacties. To substitute is iets vervangen. Dan gaan we een atoom of een groep, vaak is dat een H'tje, maar dat kan eventueel ook een OH zijn bijvoorbeeld, gaan we vervangen door een andere groep. Dat werkt in principe alleen in het licht, omdat dit soort reacties even wat activeringsenergie nodig hebben. En dan heb je hier als voorbeeld dat de A in het linkermolecuul met verbinding Q reageert en dan komt de Q op de plek van atoom A te zitten en A vliegt er dan af. Dat is een substitutiereactie. Hoe we dat in de praktijk vaak tegenkomen is met halogenen. Dan zie je dat aan het linker methaanmolecuul wordt één H'tje vervangen door een Cl-atoom, een chlooratoom. Waardoor je na de pijl, na de reactie, krijg je dan monochloormethaan en waterstofchloride. Want dat H'tje wat er afgevlogen is, is dan aan het andere chlooratoom gaan zitten. En het netto effect is dus dat één H'tje is vervangen door een chloor. Een substitutiereactie. Wat je bij substitutie dan nog in de gaten moet houden, is dat je soms meerdere producten kunt krijgen. Want het is vaak wel een beetje random
welk haadje vervangen wordt. Dus als je propaan neemt bijvoorbeeld, dan heb je eigenlijk twee soorten haadjes. Je hebt de haadjes die op een uiteinde zitten, op het eerste en het derde C-atoom. En je hebt haadjes die op het middelste C-atoom zitten. En beide kunnen vervangen worden door chloor. Dus als zo'n uiteinde chloor wordt vervangen, dan krijg je het bovenste molecuul. Dan krijg je 1 chloor propaan. Maar als een haadje op het middelste C-atoom wordt vervangen, dan krijg je dus de onderste verbinding. 2 chloorpropaan. En in beide gevallen ontstaat ook HCl. Nou, dit zijn nog relatief eenvoudige verbindingen. Ook in grotere verbindingen kun je dit effect tegenkomen. Nou, dan is er nog een mooi experiment om het verschil tussen additie en substitutie te laten zien. Daar kun je later opnames van verwachten, maar nu eventjes hoe dat experiment ongeveer werkt. Stel je hebt 2 buizen en je bent vergeten te labelen. En je weet niet meer in welke buis hexaan zit en in welke buis hex-1-1 zit. Dus beide zijn 6 C'tjes, maar bij hex-1-1 zit er tussen het eerste en tweede C-atoom een dubbele binding. Die zit er bij hexaan niet in. In dit geval zijn dit allebei vloeistoffen, allebei kleurloos. Dus aan het blote oog kun je geen verschil zien. Hoe kun je dan toch die dubbele binding zichtbaar maken? Je doet er een reagens bij, namelijk joodwater of broomwater. Die hebben we eerder gezien als reagens voor SO2. Zwaveldioxide reageert dan met het jood, waardoor dat verandert in een kleurloze verbinding. En hier gebeurt er eigenlijk iets vergelijkbaars. Hier krijg je namelijk bij hexeen, daar zit een C-dubbelgebonden C in, krijgen we een additiereactie. En broom of jood als los molecuul, I2BO2, dat is gelig, bruinig. Maar als het aan koolstof geaddeerd is, dan wordt het kleurloos. En dan kun je nog een verschil zien tussen licht en donker, want de additie gebeurt in het licht en in het donker. Substitutie kan ook met jood, dus daar moet je voor oppassen, maar dat gebeurt alleen in het licht. En als je dan dus 2 buizen, hexaan en hexeen, in het licht en 2 in het donker zet, dan heb je dus deze 2 verbindingen en dan krijg je dit effect. In het donker zal de rechterbuis dus degene zijn met hexeen, want daar is het jood ontkleurd, is de gele kleur verdwenen. En de linkerbuis, dat is de hexaan, want daar is de gele kleur gebleven, omdat die in het donker en geen additie kan hebben, want er zit geen C-dubbelgebonden C in, maar ook geen substitutie kan doen, want daar heeft hij licht voor nodig. De 2 buizen die in het licht hebben gezeten, die zullen uiteindelijk allebei kleurloos worden. Omdat je dan met hexaan ook een substitutiereactie kunt krijgen. Maar goed, het filmpje hierbij volgt later. Oké, we hebben nu een aantal algemene gereedschappen gezien. Additie en substitutie, die kun je best wel vaak gebruiken. Voor additie heb je alleen een C-dubbelgebonden C nodig. En voor substitutie, dat lukt met bijna alle koolstofverbindingen. Nu gaan we naar een aantal wat specifiekere gereedschappen kijken. En de eerste is een ester. Om een ester te vormen heb je 2 dingen nodig. Een carbonzuur, een zuur en een alcohol. En dan ontstaan een ester en water. Nou, even in structuurformules. Dit is een carbonzuur, C-dubbelgebonden OOH. Dat is ethaanzuur. Die kan reageren met een alcohol. Daar zit een OH aan, propaan 1-ol. En dan moet je even goed op de kleuren letten. Want als dit aan elkaar klikt, dan gebeurt er wat. Van de zuurgroep gaat de OH-groep af. Van de alcoholgroep gaat de H af. En dan klikken ze aan elkaar. Dus je ziet dat van de zuurgroep in het groen is alleen nog de C-dubbelgebonden O over. En van de alcohol is alleen de O over. En die zijn aan elkaar gaan zitten. En zo'n C-dubbelgebonden O, O naast elkaar, dat noemen we een ester. Voor de naamgeving gebruik je altijd de C waar de dubbelgebonden O aan zit als stam. Dat is deze, dus dat is 2 C'tjes, ethaan. En omdat er een ester aan vast zit, krijgt hij de uitgang oaat. Dus we noemen dit ethanoaat. En vervolgens zit er aan dat ethanoaat vast, zitten nog 3 C'tjes. Dat is propiel, dus dit wordt propielethanoaat. Maar als je je goed herinnert, is er van die zuurgroep nog een OH afgegaan, van de alcoholgroep nog een H. Die zijn ook aan elkaar geklikt. En die zijn samen water geworden. Daarmee heb je
de basis van een estervorming te pakken. Goed, nu mogen jullie het zelf even gaan proberen. Stel je hebt methaanzuur en ethanol. Wat gaat er dan gebeuren? Je hebt een zuur en een alcohol, dus je kunt een ester krijgen. Ik raad je aan om nu even de video stop te zetten en het even zelf te proberen. Dan ga ik nu over 2 seconden verder om de uitleg te geven. Succes! Oké, ik ga ervan uit dat je het zelf geprobeerd hebt. Methaanzuur. Methaanzuur is een los C'tje met een zuurgroep eraan, COOH. Ethanol is 2 C'tjes met een OH. Dan gaat van het methaanzuur de OH af, van de alcohol de H. Dat wordt samen water. En dan krijg je dus dat deze esterverbinding ontstaat met dit als stam, want daar zit de C-dubbelbonden O. En dit als groep eraan vast. Dus daarmee wordt dat ethylmethanoaat. En water. Ik hoop dat het goed gegaan is. Maar als je een ester kunt vormen, kun je hem ook afbreken. En dit is bijvoorbeeld als we ons eten verteren, want in ons eten kom je ook esters tegen. Ook vaak het eerste wat gebeurt in je mond of in je maag. Esters worden kapot gemaakt. En om een ester kapot te maken, heb je dus water nodig. Want als je een ester met water samenneemt, dan kan dat weer splitsen terug naar zijn oorspronkelijke carbonzuur en alcohol. En zo'n splitsen met behulp van water, dat noemen we hydrolyse. Dus de hydrolyse van een ester, daarmee splitst die ester weer in zijn oorspronkelijke carbonzuur en alcohol. Nou, waar komen we dan esters veel tegen? Onder andere in onze voeding in vetten. Want als je in BINAS 67G kijkt, dan kom je daar allerlei vetten tegen. Nou, in het dagelijks leven kennen wij vetten als het vet van vlees, maar ook bijvoorbeeld olie, zoals olijfolie of zonnebloemolie, dat zijn ook vetten. En alle vetten hebben als basisstructuur een glycerol, propaan 1, 2, 3, triol, dus dat zijn 3 C'tjes, waar oorspronkelijk drie OH-groepen aan zaten. Dus dit is de basis. Glycerol, maar daaraan verestert, en hopelijk herken je inmiddels de ester, een C-dubbelgebonden O met een O. Dit is een estergroep en die komen we dus 3 keer tegen in zo'n vetmolecuul of een oliemolecuul. Een vet is dus een triester van een vetzuur en een vetzuur is meestal een lange C-keten en glycerol. Die zitten dan aan elkaar geklikt. Een triester noemen we dat. En die kom je dus best wel veel tegen in je voeding. Nou, als wij vetten eten, dan zijn die lastig te verteren. Dus wat er gebeurt is dat je in je lichaam eerst die vetten kapot gaat knippen. Je gaat ze verteren. En het eerste stapje is dan altijd een hydrolyse. En we hebben net gezien de hydrolyse van een ester, daar heb je water voor nodig. En in het geval van een vet is het een triester, dus je hebt 3 watermoleculen nodig. En dan krijg je dus glycerol en 3 vetzuren. En voor elk vet is die R-groep is anders. Je kunt in je BINAS een aantal R-groepen vinden. In het geval van stearinezuur bijvoorbeeld zijn dit nog 17 C'tjes, maar er bestaan er verschillende. En als je even goed opgelet hebt, wat is X? Dat moet natuurlijk water zijn, want voor hydrolyse heb je 3 watermoleculen nodig, in dit geval om de 3 esters te verbreken. Dan is er nog een ander type reacties die heel erg lijkt op een verestering en dat is het vormen van eiwitten uit aminozuren. Dat is ook iets wat we vorig jaar al hebben gezien, ben je misschien bij biologie wel eens tegengekomen. Eiwitten zitten ook in onze voeding, zitten ook veel in ons lichaam. Zijn heel belangrijk. En eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. En als je dus bij de naamgeving even hebt opgelet, dan weet je dat in een aminozuur een aminegroep moet zitten, een NH2 en een zuur, COOH. Als je een zuur en een amine bij elkaar stopt, kan het aan elkaar klikken, niet tot een ester, maar tot een amide, maar ook hier splitst water af. En als we dat dan weer in structuurformules gaan bekijken, met behulp van BINAS 67H,
dan krijgen we dit. Dan zie je bijvoorbeeld methaanzuur, COOH, met ethaanamine. Van de zuurgroep gaat de OH af, van de NH2-groep gaat de H af, die vormen samen dus weer water. En nu krijg je niet een C-dubbelgebonden OO, zoals bij een ester, maar een C-dubbelgebonden ONH. En als je zo'n groep in een molecuul tegenkomt, dan heet dat een amide of een peptide. Biologen hebben het vaak over een peptide. Maar je ziet dat het heel erg lijkt op het vormen van een ester. Dan lopen we bij demo 6Q even aan tegen de grenzen van lesgeven op afstand. Want dit is een heel leuk proefje wat ik graag met jullie had gedaan. Alleen daar heb je geur voor nodig. En geur hebben we helaas nog niet kunnen digitaliseren. Maar wat ik je wel even mee wil geven is dat esters vaak hele bijzondere lekkere luchtjes hebben. Vaak zoete luchtjes. En dat is wel bijzonder, want alcoholen zijn van zichzelf vaak een beetje muf. Ethanol uit bier en wijn heeft een beetje zo'n scherpe lucht die je misschien kent van een wijnlucht. Maar zeker als het grotere alcoholen worden met 4, 5, 6 C'tjes wordt het een beetje muffig. Carbonzuren zijn nog erger, die stinken vaak. Dat lijkt een beetje op ranzig vet. Want als vet oud wordt gaat dat vanzelf hydrolyseren. En dan krijg je dus van die vetzuren die loskomen. Dat geeft zo'n nare ranzige lucht. En het gekke is als je zo'n alcohol een beetje muf. En zo'n ranzig carbonzuur bij elkaar brengt, dan met de juiste katalysator, dan kun je een ester vormen. En die esters hebben vaak juist hele lekkere luchtjes. En die ken je ook van snoepjes. Denk aan bananensnoepjes. Daar zit niks van een echte banaan in, maar er is een beetje bananenester aan toegevoegd. Zo heb je ook citroenesters. Je hebt kersenesters, maar ook bijvoorbeeld munt. En van die kerstgeurtjes, dat zijn heel vaak esters. Nou, dat kan ik jullie helaas niet laten zien, maar dan moet je dus maar even van me aannemen. En zo komen we alweer aan bij de laatste slide van deze presentatie. We hebben nog één reactie te gaan, namelijk verzepen. En verzepen is een bijzondere reactie die de mensheid waarschijnlijk per toeval ontdekt heeft. Vroeger werden nog wel eens wilde beesten boven het vuur aan het spit geroosterd. Dan kon er vet uit zo'n geroosterd dier in het vuur vallen en met name in het as vallen. En in dat as kan iets basisch zitten, iets met OH-ionen. En als die OH-ionen met een vet reageren, dan krijg je zeep. En zeep gebruiken we tegenwoordig heel veel. Nu ook in de coronacrisis om onze handen goed schoon te houden. En zeepmoleculen hebben een bijzondere vorm. Als je je nog kan herinneren van de derde klas. Dat was een hydrofiele kop met een hydrofobe staart. Die hydrofobe staarten gaan in het vet, in vuil zitten, in vettig vuil. De hydrofiele koppen steken dan naar buiten. En daarmee kun je die vettigheid makkelijker van je handen afwassen. Nou, hoe ontstaat zo'n vet nou? Dat komt omdat je een hydrolyse krijgt, maar niet met water, maar met OH-. En hier herken je dan die reactie terug. Als het goed is, herken je nu dat dit een ester is. Een vet is dus een triester van glycerol met drie vetzuren. En als je daar nu niet water bij doet, maar OH-, drie stuks, dan krijg je aan het uiteinde niet COOH terug voor een carbonzuur, maar COO-. Want die natrium valt eraf als Na+, en dan hou je over COO-. En COO- is een hele hydrofiele groep. Want die minlading zorgt ervoor dat het makkelijk bindingen, waterstofbruggen aan kan gaan met water. Daarmee heb je dus die hydrofiele kop te pakken. Die R die eraan vastzit is over het algemeen een hele lange C-keten, is dus hartstikke hydrofoob, dat is je hydrofobe staart. En daarmee heb je dus een zeepmolecuul wat kan helpen je handen ook in crisistijd schoon te maken. Nou, dit was de hele presentatie. Dat is een behoorlijke zit. Ik zie dat ik inmiddels over de drie kwartier heen ben. Maar daarmee hebben we wel een presentatie van heel hoofdstuk 6 te pakken. Ik ga nog lossere video's maken van kortere stukjes voor leerlingen die dat prettig vinden. Alleen in principe met deze hele video heb je heel hoofdstuk 6 in één keer.
En je kan daar in principe zelf doorheen zoeven van voor naar achter als je even een stukje zoekt waar je even extra uitleg nodig hebt voor het huiswerk. Nou jongens, heel veel succes. Ik ga ook nog via Zoom proberen ook wat interactiever les te geven. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Heel veel succes.